Ik ben Jill Huibrecht en dit is mijn dressuurvlog. Morgen allemaal. Oh, jouw haar is echt heel fel. Ik zie eruit als een aubergine. Oh, ik vind het wel leuk. Nou, kijk, we zijn hier bij de vrachtwagen voor ons huis. Het is 7:30 of zo. En wat is dit? Dat is een sausijzenbroodje. En kijk, hier is de vrachtwagen en hier is ons huis. En wij moeten vandaag op wedstrijd met Match & Ends. Het wordt echt een graf lange dag, maar dat maakt niet uit. Ik moet echt om 11:45 weg en ik moet mijn match pas om 5:30 starten. Maar Ends moet al om 3:10, bla bla bla. En ik loop nou zeg maar vanuit hier, loop ik naar de overkant, daar woont mijn oma. De hele vrachtwagen staat vol, zoals jullie weten, met dozen. Met dekjes. En ik moet op wedstrijd. Dus. En gisteravond waren we helemaal gaar. Dus toen hadden we echt geen zin meer om die dekjes eruit te gaan halen. Die dozen. Dus nu rijden we naar oma. Of ja, ik loop en mama rijdt. En dan gaan we in de garage gaan we die dekjes neerzetten. En dan moeten we weer terug naar huis. Want we hebben ook shitload aan bestellingen die we weg moeten brengen. En daarna moeten we echt gewoon snel naar stal. Maar gelukkig is Jente er vandaag. Die heeft stage. Dus dan hebben we wel hulp. Maar eerst ga ik even die vrachtwagen leeg rammen met die dekjes en die dozen. Dus die liggen dan bij oma en dan kan ik die ophalen. Ik ben nu al bij oma, dus dat is niet echt ver. Ik ben snel met de vrachtwagen naar stal gereden. Mama is naar de supermarkt om alle bestellingen weg te brengen. Dus het is nu, even kijken, het is 8:30. Jente die is er denk ik al. En dan gaan we eerst de paarden buiten zetten. Ik ga zo even mijn planning vertellen, maar goed, weet je in ieder geval dat ik op stal ben en dat mama er zo aankomt. Ik was natuurlijk met de vrachtwagen, want die stond thuis. En dan gaat mama met haar eigen auto. En dan zijn we allebei op stal. Oh, dit vloekt. Sorry hoor. Kijk, dit is roze en dit is oranje. Vloekt erg, hè? Ja, boeiend. No one gives a fuck. Zoals Jent al zei, want ik had vandaag blauwe sokken aan bij een zwarte rijbroek en Jent zei... Wie ziet dat nou? Toen dacht ik, ja, jij. En mama. Verder niemand. Maar, en paarden. Maar die vinden mij toch wel lief, want ik geef ze eten soms. Maar, even kijken hoor. Oh ja, ik heb nu mijn... Kijk, zie je dit? Dit is leeg. Dat hangt dus in de vrachtwagen. Die hoofdstellen. 1 zadel. 2 hoofdstellen gepoetst, 1 zadel. Ik ga denk ik nu heel even snel, want Graafje staat hier achter mij. Die is even binnengehaald al. Die is aan het eten. Kijk, nou, dit gaat voor het eerst op grafie. Oh, dit vloekt nog erger. Nou ja, whatever. Dit is het zadel van Match en van Graaf. Die moet ik eigenlijk even poetsen voordat ik hem op graaf leg of nagraaf. Nagraaf is eigenlijk slimmer, maar ja. Nu staat hij te eten, dus dan kan ik het eigenlijk al beter doen. Maar goed, in ieder geval, de spulletjes liggen al in de vrachtwagen. Ik heb nieuw zaagsel in de vrachtwagen gedaan. Ik heb nog meer gedaan. Het lijkt nu alsof ik geen fuck heb gedaan, maar het is nog helemaal niet gedaan. Het is nu 9:45. Ik heb net een planning gemaakt. Ik ga hem even vertellen. Het is nu 9:45. Rond 10:30 moeten de paarden eigenlijk uit de wei gehaald worden. Match en Ends. Of eerst Match. Eerst Ends. Eerst Match. Geen idee. Eén van die twee eerst. En dan gewassen worden. Dan op stal. Dan de andere uit de wei. En dan wassen en dan op stal. Dan kunnen ze eten, drogen, bladibla. Dan ben ik ondertussen klaar met graaf. En dan kan ik... het hoeft pas om 10:30. Het is nu 9:45. Dus dan loopt het ongeveer gelijk. Dan is denk ik mama of Jente. Die gaan denk ik... Of ik was er één nog zelfs. Maar goed, ik ga in ieder geval graaf nu rijden. En dan worden de paarden ondertussen lees of daarna ongeveer gewassen. En dan moeten we om 10:45 vertrekken. Dus om 11:45. Als ze helemaal schoon zijn, ga ik om 11:45 vlechten. En dan heb ik zeg maar in een uur kan ik 2 vlechten. En dan zijn ze mooi klaar om mee te gaan. Graafje is inmiddels ook klaar met eten. Omdat ik heel te veel zou praten. Maar ik doe dan wel mijn zadel nagraaf. Dat lijkt me wel het slimste. Dan hoef ik hem niet nog een keer te poetsen. Want dan is hij helemaal schoon voor macho. Dus dat is een beetje plan de campagne. En dat ga ik dan maar doen. Kijk nou jongens hoe mooi dit is. Ik moet zeggen met licht erop. Dit is een heel raar kleurdekje, want hij is echt heel donker. Echt heel mooi donker. Maar je ziet heel goed het licht erop schijnen, terwijl het wel, het is geen glansstof of zo. Maar het is heel typisch. Het is echt een hele donkere kleur.
Dat is echt super vet. En dit is het geheel. Hallo, gave kind! Mooi, hè? Heel blij mee. Echt heel vet. Jongens, we zijn inmiddels onderweg. Zoals jullie zien heb ik mijn wedstrijdshirtje ook al aan. En mijn witte rijbroek. Vandaag om 10 uur is de kaartverkoop van Paarden YouTube's live event 2018 ook online gegaan. Het is nu nog geen 4 uur, maar om 4 uur gaan volgens mij een paar YouTubers. Ik heb daar geen tijd voor, want ik moet op wedstrijd. Gaan daar iets over posten. Dat het online is, dus echt super leuk. Dus je kan vanaf nu ook je kaartjes bestellen voor het Paarden YouTube's live event. Dat is dus in Ermelo weer. Net als vorig jaar. 7 en 8 april is het dit keer. Dus 2 dagen. Echt super vet. En dan kan je zeg maar kiezen of dat jij liever op zaterdag of op zondag komt. En we hebben natuurlijk weer meet en greets en alles. En het gaat maar door. Maar super leuk. Ik heb er heel veel zin in. En ik zal daarvoor zou ik trouwens sowieso ook even hieronder die link zetten. Dat is misschien handig voor jullie, want eerder dat deze online komt, is het al even online die kaartverkoop. Ik ben onderweg dus naar Beuningen, naar wedstrijd met Ezra March. En ik heb vanochtend echt super veel gedaan. Echt, maar echt kei-echt door moeten werken. Want de graven gereden, 2 gewassen, 2 gevlochten, 2 hoofdstellen, 2 zadels gepoetst. En ja, dat is natuurlijk echt veel werk. Dus, en ook nog op tijd moet je dan zijn. Het is niet erg om te doen, het is super leuk. Alleen als je dan met die tijdsdruk zit, dan. Maar in ieder geval, Graafje deed echt super goed. Die heeft zondag, het is vandaag vrijdag 3 november. En hij heeft zondagwedstrijd. Dus ja, vandaag Matje en Enzi zijn dan morgen vrij. En dan morgen alleen Graafje even trainen. Ja, dus dat is weer voor morgen. En morgen ga ik trouwens ook met Jordi. Voor een foto te maken, voor iets op te nemen nog. Dus dat is zeg maar weer morgen. Ja, ik ga nog even wachten, want we zijn er bijna. Ik heb mama helpen met de weg, al zijn we er wel een paar keer geweest. En dan ja, ga ik lekker op wedstrijd met Angie en Martje. En Martje gaat Grand Prix lopen. En Angie gaat U25 lopen, maar ze moeten wel tegen elkaar. Maar ja, dat maakt toch verder niet uit. Martje Grand Prix, dus seniorenproef. Die heb ik ook wel vaker gereden, maar gewoon leuk om een keertje te doen. En ze moet natuurlijk heel veel oefenen. Dus dat gaan we vandaag doen. Dat is het doel voor vandaag. Op een wedstrijd en dan zijn er ook mensen die gewoon helemaal alleen zijn, die geen lieve mama hebben die meehelpt. Dus dan helpt Jill Bettine even met het paard, want die is alleen. Dan houdt Jill hem even vast, ik kan Bettine het zadel erop leggen. Ja.
Kijk, dit doen we dus na twee paarden. Allemaal bestellingen. En daar zijn ze een lekkere panini aan het maken voor Jill. Ja, het is 10 voor 6. We eten een keer niet om 9:30. Spannend hoor. Eerlijk? Ik moest eigenlijk gewoon janken net na de proef. Wat ik gewoon echt niet wist wat ik allemaal aan het doen was. Dat was heel vreselijk. Het voelde echt vreselijk. Ik zeg tegen mama, ik ging uit en zei, ik vind dit helemaal niet leuk. En ik wil dit helemaal niet, want het is zo moeilijk. En ik voel me gewoon echt een debiel. Wat ik allemaal aan het doen ben, alles, dan zie ik zo in mijn ogen een spiegel of zo. En dan is het scheef. En dan is het, ik vind het gewoon niet, ik weet niet. Ik voel me gewoon echt een debiel. En nee, ik had 69,65. Dus ik had bijna 71 en 68 nog iets. Dus dat is echt natuurlijk echt super goed. Ja, ik weet het niet meer. Ja. Nou, Jill, en? Ik heb mijn laatste tas gewonnen. Je hebt gewonnen! Ja, met Macho. Ik weet niet wat Angels, hoeveel ze die was. Zal ik eens gaan kijken? Ja. Ik ga even kijken wat de Angels is. Ja. Ik heb een badjas aan. Ik ben snel heel even onder de douche gegaan, want Charlier is zo. Zie je hem daar ergens achter? Hi. Ja. Ja. En ik heb mijn tas, want ik ga nu naar boven met mijn tas. Maar papa en ik, papa die had zeg maar alle bestellingen net al op de bank gezet en in tasjes gedaan. Want toen ik weg was, zijn dus allemaal bestellingen gedaan. En die kan ik morgen dan op de post doen. Zodat mensen die nog snel hebben. Kijk, hier ligt echt een hele shitload aan stapels en dingen. En dus dit gaat allemaal morgen op de post. En dat is fijn dat dat allemaal nog gedaan is. En dan heb ik daar net nog even mee geholpen. En nu ga ik ook de dag afsluiten. Ga ik ook een beetje chillen en zo. Het is namelijk al 9:30. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doe weer een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Kan je hier abonneren of hier nog een andere video van mij bekijken. En dan zie ik jullie weer heel graag. Zo, dat was waar. Bij de volgende video. Doei doei. Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.